Ik ben dus Fredo van VZ2 mijn Gent. Vanaf vandaag hebben we elke dinsdag een nieuw projectje, Gent Meme. En Gent Meme is verwijst enerzijds GM naar Garage Magie, dat hier naast ligt en hierachter. Maar ook naar Gent Meme, Gent Many, Gent Multimedia, naar de vele namen die je zou kunnen bedenken om Gent als Silicon Valley of als ICT-stad te benoemen. De eerste avond van Gent Meme ging over de Waalse Krook. En wat gaat er eigenlijk gebeuren met dat Circus Magie? En dat wordt dus een bibliotheek / multimediacentrum / radiocentrum / ruimte om te lezen of om mensen te ontmoeten, om muziek te maken, om op café te gaan, om te eten. Dat wordt dus eigenlijk een ontmoetingsplaats, een kenniscentrum. Ik ben Sven en ik ben coördinator van het REC Radiocentrum. Vanavond hadden we weer een heel korte voorstelling van wat we in de toekomst gaan doen in de Waalse Krook. En enerzijds hadden we het IBBT, dat zich volledig van zijn digitale kant heeft laten zien. Daarnaast de mensen van de bibliotheek, die hebben getoond hoeveel kennis en verhalen dat er in feite bij hen zit. En daarnaast hebben we met het REC Radiocentrum daar een zekere do-it-yourself en rock'n'roll aangegeven. Om eigenlijk dus te tonen wat de Waalse Krook in de toekomst gaat zijn. Een mooi multidisciplinair ontmoetingspunt waar mensen met media, maar ook met heel veel verhalen zich kunnen komen uitleven, dingen kunnen komen bijleren en volledig zichzelf kunnen zijn. Ik ben Wim De Waal, algemeen directeur van TBBT. Ik ben hier vanavond als directeur van TBBT. Omdat wij met het Centrum voor Nieuwe Media in de Krook grootse plannen hebben om een centrum te creëren waar internet, media en creatieve uitingen zoals muziek samenkomen. En deze avond is dus een beetje een voorafspiegeling van hoe het later zou moeten gaan worden op de Waalse Krook. Ik ben Tine Ongeberg, ik ben bibliothecaris in de Stedelijk Openbare Bibliotheek van Gent. Wij gaan samen met IBBT verhuizen naar het nieuwe gebouw in de Waalse Krook, waar het Centrum voor Nieuwe Media en de nieuwe hoofdbibliotheek dus één nieuwe organisatie gaan vormen.